FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Ik ben Denzel Casius, 18 jaar, rechtsback en ik kom 1,5 jaar over van FC Utrecht. Woensdag trainde de rechtsback voor het eerst mee met de selectie. De eerste indrukken zijn positief. Ja, zeker. Zeker. Het is een hoog niveau, maar ik denk dat ik het aardig kan bijbinnen. De kracht van Casius ligt bij zijn aanvallende impulsen. Ik ben een rechtsback die heel erg aanvallend is ingesteld. Ik moet het hebben van mijn aanvallende kwaliteiten. En verdedigende dingen, dat moet ik hier nog gaan verder ontwikkelen. De verdediger was verheugd met de interesse van FC Volendam. Mijn zaakwaarnemer belde denk ik een week voordat het officieel werd gemaakt dat Volendam interesse in mij had. En vanaf dat moment is het snel gegaan alles. Alles is snel geregeld. Ja, ik was heel erg blij. Ik kreeg weinig kansen bij FC Utrecht en ik hoop hier op veel speelminuten. Afgelopen dinsdag zag hij zijn nieuwe team een prima wedstrijd op de mat leggen tegen PSV. Wat ik wist van Volendam was niet heel veel eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar de wedstrijd tegen PSV heb ik gekeken in het stadion en dan zie je wel dat ze echt een heel hoog niveau kunnen halen. Eerder dit seizoen zegevierde Casius met Jong FC Utrecht tegen FC Volendam. Ja, ik zat op de bank, maar jullie hadden zoveel kansen en we hadden 1 corner count en toen wonnen we met 1-0. Zijn doelen voor de komende periode zijn duidelijk. Ja, dat we sowieso de play-offs halen en dan daar het meeste uithalen. Vooral mijn verdedigende kwaliteit verbeteren. Of hij zondag tegen de Graafschap gaat starten, is nog even de vraag. Dat denk ik niet. Ik hoop op mijn eerste minuutjes.